Goed, dames en heren, we gaan even kijken of er vragen binnengekomen zijn. Ja, we hebben een aantal vragen gekregen. En de eerste is aan horoscoop gerelateerd. En de vraag is of de geboortester waar we vandaan komen, of die terug te vinden is in onze geboortehoroscoop. Ja. De horoscoop is vooral gerelateerd aan de zon van ons eigen zonnestelsel en de tekens van de zodiac die ons zonnestelsel omringen en verder de planeten in het zonnestelsel. Het is zo dat de gedachte wel juist is dat elk mens qua karakteristiek en in het diepst van zijn wezen, zijn wezenskenmerk, een relatie heeft met een ster ergens in het universum en die voor elke mens dus anders is. Maar dat is normaal gesproken niet de ster, dus de zon die wij bij astrologische beschouwingen betrekken. Dus die komt in het duiden en het bekijken van een horoscoop normaal gesproken niet voor. Dat is gewoon onze eigen zon en de stelsels van zonnen die de zodiac, de 12 tekens van de zodiac vormen, die om ons eigen zonnestelsel heen liggen. Dat is denk ik kort het antwoord. En daaraan sluitend is de vraag of dat de ster is waar we naartoe willen. We hebben dus allemaal als diepste kern een relatie met een ster, met een zon ergens in het universum. En dat is dus ons diepste wezenskenmerk. En dus ergens is er een relatie met die ster, waardoor je zou kunnen zeggen dat er ooit wel een soort van moment van terugkeer zal zijn, zoals wij ook via onze eigen zon uiteindelijk in dit zonnestelsel, via de emanatie vanuit onze zon hier, ons bestaan ook hebben gekregen als werkveld voor ons gedurende eonen. Dus uiteindelijk zullen wij ook wel een moment van terugkeer kunnen hebben in onze lange evolutie naar die ster die we dan bijvoorbeeld onze oude ster zouden kunnen noemen. Een volgende vraag. In welke zin kunnen we deze boodschap in ons moderne leven toepassen of integreren, omdat het zo ver van ons af lijkt te staan? Ja, nou dat is een terechte vraag, denk ik. Ik denk in het tweede of derde blok, in het derde blok kom ik daar zeer zeker op terug. Het is namelijk zo dat we vorige week al gezien hebben en die week daarvoor dat aan de inwijdeling dus hele hoge ethische eisen worden gesteld. Niet alleen theoretisch, maar hij moet eigenlijk steeds laten zien dat hij daadwerkelijk een bewustzijn in gedachten en daad heeft ontwikkeld wat van het meest zuivere is wat je maar kunt bedenken. Dus in de loop van de avond zal ik op basis van wat er in dat Egyptisch dodenboek staat een aantal van die kenmerken over de zuiverheid van die inwijdeling schetsen, waarvan dan eigenlijk het antwoord gegeven wordt van dat die ethische normen die in het dodenboek genoemd worden, dat die gewoon zeg maar bekende ethische normen zijn voor elk mens, maar dat het wel zo is dat die inwijdeling zichzelf getraind heeft om daar echt daadwerkelijk aan die eisen te voldoen. En wij ons dus zouden kunnen spiegelen aan de bekende normen van ethiek en moraal die in alle grote tradities worden genoemd, om te laten zien dat er dus wezens zijn geweest die dat ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Dus in die zin kom ik er vanavond nog op terug. En is het zo dat wij ons aan die bekende rijtjes van ethische normen en deugden zouden kunnen spiegelen en gewoon hard moeten werken om onszelf daarin te verbeteren. En dan de vraag of er ook een dodenboek voor kinderen is, dat je weet. En je hebt een Janneke-taal. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel een aantal stripverhalen gekocht bij de voorbereiding van deze lezing. Om gewoon ook de beelden van het oude Egypte, zoals sommige striptekenaars dat zo mooi kunnen weergeven. Maar of daar het verhaal van het dodenboek goed is in weergegeven, dat heb ik nog niet gevonden. En daarbij wil ik wel opmerken dat het zeker zeer zeldzaam zou zijn als daar een beetje het verhaal verteld zou worden zoals wij dat de afgelopen twee lezingen en vandaag daarbij drie als verhaal hebben verteld. Omdat
de meeste interpretaties van het Egyptisch dodenboek volledig gebaseerd zijn op de, zeg maar, Egyptologische interpretaties op basis van mythologie en historische feiten die men weet, maar niet vanuit de, zeg maar, de optiek, zoals ik die de eerste avond heel nadrukkelijk heb gepositioneerd, vanuit de optiek dat dit een beschrijving is van niet alleen de toestanden na het overlijden, maar ook de toestanden en de eisen die gesteld worden aan de inwijding tijdens de processen van inwijding om uiteindelijk een leraar voor de medemens te worden. En die interpretatie is zeldzaam in deze wereld. Dus het zou bijzonder zijn als iemand daar al ooit een kinderboek over zou hebben geschreven. Het is wel zo dat wij in ieder geval als organisatie al min of meer overwogen hebben om de inhoud zoals wij die nu presenteren op enig moment toch wat meer op schrift te gaan zetten. En misschien dat daar dan ooit ook nog wel een versie voor kinderen uitgemaakt zou kunnen worden, maar dat is nog wel in de schoot van de toekomst. En dan nog een laatste vraag. Of er tot op vandaag de dag nog inwijdingen plaatsvinden? Dat is zeker het geval. Er zijn altijd momenten waarbij op de vier heilige momenten van het jaar, en daar zal ik aan het eind van de avond nog iets meer over zeggen, de omstandigheden dusdanig zijn dat die het meest geschikt zijn om die dat pad van inwijding te gaan. En er zijn altijd mensen geweest en zullen altijd mensen zijn die zich na levenslang voorbereiding en vanuit het juiste motief om hun medemensen te willen helpen en de wezens in andere gebieden in de kosmos zich voorbereiden om die inwijdingen te gaan. En daar, als daar de momenten geschikt voor zijn en de inwijding is gereed, dan zal dat steeds in de tijd plaats blijven vinden. En dat heeft ook altijd plaatsgevonden. Dus het antwoord is ja. Goed. Dat waren de vragen over het eerste blok. Dan gaan we nu verder met het tweede gedeelte. En dat tweede gedeelte, dat heet dus onder de goden. Ani gaat dus naar die spirituele gebieden. En het eerste gedeelte heet één met de goden. Het tweede stukje gaat over de hal van maat of dubbel recht. En het laatste stukje gaat over symbolen van waardigheid die aan Ani worden toegekend. Het hoofdstuk waar we nu naar gaan kijken, één met de goden, gaat wederom over een aantal transformaties van Ani. Dus in andere toestanden van bewustzijn. En het eerste beeld, plaats 27, ziet er zo uit. Ik zal u af en toe hele platen laten zien, vrij kort, om vervolgens details van die platen te gaan bespreken. En om die details geven we wat meer weer van wat u nu eigenlijk precies ziet. U ziet hier dus een totaalplaat met eerst een slang met mensenbenen daaronder. Dan een krokodil op een poort. Dan ziet u hier de god Ptah. Hier ziet u een ram die de god Ra of Tem voorstelt. En tenslotte de vogel Bennu die het symbool is voor de god Khonsu. Dan gaan we eerst naar het linker gedeelte kijken voor de details. En in de linker bovenhoek hiervan, dus die slang op mensenbenen, die is het symbool. De slang is, zoals u weet, in sommige gevallen het symbool van wedergeboorte. En in dit geval, in deze fase van het Egyptisch dodenboek, is die slang het symbool van wedergeboorte in die spirituele wereld. En de tekst bij dit vignet luidt: ik ben de slang Seta, wiens jaren oneindig zijn. Ik lig dood neer. Ik word dagelijks geboren. Ik vernieuw mijzelf elke dag. En dat vernieuwen duidt op een voortdurend proces van steeds verdergaande spirituele verlichting en vernieuwing. In het midden ziet u een krokodilachtig wezen op een poort. En Ani is dus die krokodil die ligt op die poort. En die krokodil is de wachter
op het huis van Sekem. En mevrouw Blavatsky zegt over die term het huis van Sekem, dat dit hetzelfde is als wat in de theosofie Devachan wordt genoemd. Devachan, de verblijfplaats van de goden, waar de gemiddelde mens na het overlijden ook naartoe gaat. En in Devachan zijn dromen droomt, zijn spirituele dromen droomt. Hij droomt over de realisatie van zijn bovenpersoonlijke idealen die hij gekoesterd heeft tijdens zijn leven op aarde. De inwijdeling gaat naar deze gebieden toe, maar droomt niet, maar blijft wakker, klaar wakker, in die toestand van Devachan. En hij moet ook de illusie leren doorzien van die gebieden, van die toestand van Devachan. Vervolgens zien wij aan de rechterkant van deze plaat de god Ptah. Ani transformeert in de god Ptah. Met voor die god Ptah een vaas met olie erin en een lotusbloem. En ik heb in de eerste lezing kort iets over die kosmische god Ptah gezegd. Namelijk dat dat de lokale god van de plaats Memphis was. En in een aantal van die oude Egyptische steden werd die god Ptah gelijk of zelfs nog groter gezien dan de god Ra. En hij werd in het algemeen beschouwd als een van de oudste Egyptische goden. Ja, hij werd zelfs gezien als de overgrootvader van de goden waar eigenlijk de Egyptische mythologie voortdurend over gaat. En volgens verschillende van de scheppingsmythen, onder andere die van de stad Memphis, schiep Ptah eerst zichzelf, dus hij was een zelfgeschapene, en creëerde daarna de andere belangrijkste van de goden. En hoe deed hij dat, volgens de mythologie? Door in zijn bewustzijn die andere goden te verbeelden en door vervolgens hun namen hardop uit te spreken, kwamen ze tot aanzijn. Dat is het mythologische verhaal. En als je daar tussen de regels door naar kijkt, met de beelden vanuit de theosofie, dan zou je kunnen zeggen dat dit heel veel lijkt op het zogenaamde emanatieproces, waarbij er iets uit een hoger gebied, uit een hoger god, vloeit naar een lager gebied, waarin dus lagere wezens, lagere goden, hun bestaan gaan krijgen. En bij plaat 15 hebben we het gehad over het feit dat Ani een stem werd gegeven in Amenti, waarbij Ani in die teksten ook al zei dat hij de wens had om te kunnen spreken als de god Ptah, omdat het spreken namelijk zeg maar het vermogen geeft om de omgeving te beïnvloeden. En in de tekst zegt Ani dan ook, mijn tong is nu als die van de god Ptah. En we kunnen hier dus de conclusie aan verbinden dat Ani met zijn stem, een stem zoals die van de god Ptah, de wereld kan gaan beïnvloeden. En dat hij uiteindelijk dus een leraar van zijn medemensen is geworden, doordat hij dus de geestelijk-goddelijke aspecten in zijn natuur zo heeft ontwikkeld dat hij het vermogen van de god Ptah heeft ontwikkeld. En u ziet in het schema wat wij vorige week zijn gaan opbouwen, dat hij dus gekomen is tot wat ze in de Egyptische inwijdingsscholen Osiris Ptah noemden. Dat is dus de laatste en vierde stap van deze vier stappen van inwijding. Vervolgens kijken we nog even naar het rechterdeel van die platen die ik zo net liet zien. Met een detail waarin we dus links die rampfiguur zien. Die symbool staat voor de god Ra of de god Tem. En die ram is eigenlijk in alle mythologische verhalen van Egypte een
symbool voor vruchtbaarheid, geestelijke vruchtbaarheid in dit geval. Dus de transformatie van Ani in die figuur van Ram of de god Ra duidt op het proces van spirituele groei. We zien hier daarnaast nog weer de vogel Bennu. Die symbool staat voor de god Khonsu. En dat is de god die alles verdrijft dat zich tegen hem keert. Dan gaan we naar de volgende afbeelding. U ziet weer hier een totaalplaat met Ani die in een lotus zit. En daarnaast een god die de god die het licht geeft wordt genoemd. Zullen we dat even wat dichterbij halen, een detail. En Ani, die dus getransformeerd is in een lotus, in een nogal primitief uitgebeeld meer daaronder, is een symbool voor de zogenaamde velden van Ra. Dus op een heel hoog kosmisch spiritueel gebied, de velden van Ra. En hier ligt een verband met datgene wat ook in de Brahmaanse Oosterse leringen wordt beschreven. Daar wordt namelijk beschreven dat Brahma ook in het hart van de lotus dreef op de wateren van de ruimte. En hij was intens gelukkig, wordt er over Brahma gezegd. En terwijl hij, Brahma, tevens besefte dat het geluk geen enkele betekenis heeft als het niet gedeeld kan worden. En daarom besloot Brahma zich in duizend stukken te verdelen, om vervolgens niet te rusten, alvorens alle delen zouden zijn opgeheven tot het volmaakte geluk waarin hij zich bevond. Dat wil zeggen dat alle onzelfbewuste godsvonken, dat is de term die u bijvoorbeeld in de geheime leer vindt, uit konden groeien tot zelfbewuste goden. En hetzelfde verhaal is eigenlijk van toepassing op Ani, die dus verandert in een lotus. De figuur ernaast, dus de god die licht brengt in de duisternis, is daar symbool voor vanwege dat zonnesymbool bovenop zijn hoofd. Dan gaan we naar het volgende beeld, nummer 29. U ziet hier eerst weer een overzicht en nu linksboven het detail. U ziet Ani en Tutu staande voor de god Thoth met het ankteken in zijn hand. Zoals u inmiddels misschien weet is Thoth de boekstaver van de goden. Die staat hier op het dak van een tempel met dat ankh-symbool in zijn hand. En in de tekst geeft Ani het volgende aan. Hij zegt dat Osiris voor hem, Ani, hetzelfde heeft gedaan als ooit Ra voor Osiris heeft gedaan, namelijk het doorgeven van het spirituele licht. En dat daarom hij, Ani, ervoor kiest om uiteindelijk permanent op aarde te blijven, dus eerst daarna terug te keren, terwijl hij tevens zijn plaats, zijn troon, behoudt in de godenwereld, maar wel met het doel om die inspiratie uit die spirituele wereld te kunnen overbrengen naar de aarde, opdat zijn vrienden op aarde zullen floreren, zoals het beschreven staat. En hier geeft Ani dus aan dat hij heel nadrukkelijk terug wil keren als een leraar op aarde voor zijn medemensen. En dit ideaal om terug te keren in plaats van in die spirituele gebieden, zeg maar, in verheven toestand te blijven, wordt bijvoorbeeld in het boeddhisme aangeduid met het bodhisattva-ideaal. Dat wil zeggen de goddelijke sferen als het ware laten voor wat ze zijn, maar terugkeren om diegenen te helpen om ook in die sferen te komen, namelijk wij die nog niet zover zijn. We gaan door naar de volgende plaat. En we zien hier Ani met Tutu voor een tafel met offeranden tegenover Osiris
met daarvoor weer die lotus met daar de vier cha-cha, die vier boekstavers van Karman, de zonen van Horus of de zonen in feite van Ani, die de karmische vruchten zijn die Ani zelf heeft gecreëerd. En daarachter de godin Isis. En in die tekst is eigenlijk Ani duidelijk en zegt hij dat hij datgene wat hij inmiddels aan spirituele vermogens heeft ontwikkeld, dat hij dat offert, dat hij zijn goddelijkheid offert om terug te keren naar de aarde, om daar voor de mensen te zijn als leraar. En dan breekt het moment aan dat hij door een poort heen gaat en vervolgens komt in de zogenaamde hal van Maat. En die ziet er zo uit. U ziet daar weer 42 goden. En waarom wordt eigenlijk die hal van dubbel recht, of wordt die hal van Maat eigenlijk de hal van dubbel recht genoemd? Wel, dat is omdat aan de ene kant er recht gedaan gaat worden aan Ani, dat hij die vermogens na vele levens van voorbereiding uiteindelijk zichzelf vermeesterd heeft. En er wordt recht gedaan aan de wereld, de mensen en de wezens op aarde en aan de goden. Er wordt namelijk recht gedaan aan de goden doordat Ani de waarheid, de goddelijke wijsheid uit de goddelijke sfeer die hij zeg maar heeft bereikt op basis van zijn onzelfzuchtig motief om als het ware de goddelijke wijsheid daardoor geïnspireerd te raken, om die als inspiratie weer mee te nemen naar de aardse sfeer en om die goddelijke inspiratie als het ware te laten vloeien in de aardse sfeer via zijn wezen die uiteindelijk een goddelijke status heeft bereikt. En in die halve maat zijn dus 42 goden. En die 42 goden symboliseren de hogere eigenschappen die elk mens in het allerhoogste van zijn, het hoger deel van zijn natuur moet hebben ontwikkeld en ook moet hebben laten zien als daadwerkelijk ontwikkeld. En in het Egyptisch dodenboek, in de teksten, vindt dat plaats niet door dat Ani de loftrompet steekt als het ware over zichzelf, maar door in feite te vertellen wat zijn gedrag uiteindelijk geworden is, zijn denken en doen, waar dat in heeft geresulteerd, in welke feiten. En zo luidt bijvoorbeeld een deel van de tekst, en nu kom ik eigenlijk op de vraag die zojuist in de pauze werd gesteld, wat hebben we hier nou aan? Hier komen een aantal van de ethische eisen en de ethische, zeg maar, daden die iemand heeft gedaan naar voren. Ani zegt: ik heb geen ongerechtigheden begaan. Ik heb geen geweld gepleegd. Ik heb niet gestolen. Ik heb nog gedood, nog gekwetst. Ik heb geen valse offers gebracht. Ik heb mijn plichten niet verzaakt. Ik heb geen leugens gesproken. Ik heb geen leed veroorzaakt. Ik ben niet de oorzaak geweest van het storten van tranen. Ik heb mijn oren niet gesloten voor woorden van recht en waarheid. En zo gaat deze lijst nog verder. Ik heb er hier een aantal van geselecteerd. Met allemaal kwalificaties waar hij inmiddels als ethische mens aan voldoet. En deze tekst wordt in de literatuur meestal de negatieve belijdenis genoemd. En als we die tekst goed analyseren, dan zien we dat diezelfde deugden en de ethische normen waaraan die inwijdeling voldoet, dat we die ook tegenkomen in de verschillende andere wijsheidstradities in de wereld. Zoals bijvoorbeeld in het boeddhisme zien we het achtvoudig pad en de 6 of 10 paramita's. In het christendom zien we bijvoorbeeld de bergreden.
En in andere geschriften zien wij analoge kwalificaties waar je als mens, als bewustzijn aan zou moeten voldoen. Niet alleen in denken, maar ook in daadwerkelijk gedrag. En als je die deugden bekijkt, dan zul je wel zien dat de interpretatie natuurlijk heel erg ervan afhangt hoe je er naar kijkt vanuit welke visie. Bijvoorbeeld de eerste, ik heb geen ongerechtigheden begaan. De vraag daarbij is natuurlijk, wat zijn ongerechtigheden? Er zijn namelijk mensen die bepaalde idealen in deze wereld hebben en die gedachten denken en dingen doen die ze presenteren als zijnde ideaal of idealistisch van aard, maar die toch soms wel heel lelijk van aard blijken te zijn. Maar ze zeggen dan dat die dingen wel lelijk lijken, maar toch echt gericht zijn op het beste voor alle medemens. Nou, daar zijn in de geschiedenis al heel veel voorbeelden van langsgekomen. Bijvoorbeeld de Inquisitie in de 80-jarige oorlog, om even een lang vervlogen voorbeeld te noemen. Maar heel recent natuurlijk, het afgelopen jaar, dat in sommige moderne landen de orde gehandhaafd wordt, omdat er af en toe onrusten zijn. Maar waarbij het soms wel zo is dat de wanorde die soms ontstaat, soms komt door mensen die zich in hun idealen in het nauw gedreven voelen, die zich soms ook nadrukkelijk heel vreedzaam uiten daarover, tegen bijvoorbeeld de aanhoudende discriminatie van bevolkingsgroepen, zoals we het afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben gezien bij de Black Lives Matter beweging. En u ziet dat je daar dus wel heel goed over na moet denken hoe je daar dan positie in inneemt. Het lijkt me vrij duidelijk dat de ethische mens geen onderscheid zal maken tussen welke verschillen tussen mensen dan ook, als het gaat om recht en rechtvaardigheid. Er zijn ook heel veel ongerechtigheden die wat subtieler zijn. Bijvoorbeeld gedachten die de wereld ingebracht worden en die verdeeldheid zaaien tussen mensen, die polariseren, terwijl het brengen van harmonieuze gedachten net zo goed zou kunnen. Of zoals ik net al zei, discriminatie, waar dit jaar heel veel aandacht voor is geweest terecht. Maar ook het uitoefenen van psychische druk op mensen op allerlei manieren. Of mensen onvoldoende of onjuist informeren. Het fake news gebeuren, zal ik maar zeggen. Er zijn natuurlijk ook rechtvaardige voorbeelden. Bijvoorbeeld mensen of landen die nadrukkelijk bijvoorbeeld de universele verklaring van de rechten van de mens proberen na te streven. Het zal duidelijk zijn dat de ethische toetsen, zoals die in de hal van maat of dubbel recht naar voren komen, uiteindelijk, als je ze allemaal op een rij zet, heel verfijnd en onderscheidend zijn, dat recht en onrecht scherp van elkaar kunnen worden onderscheiden. Dan gaan we tenslotte nog even verder. En we gaan naar de rechterkant van datzelfde beeld. Een detail waarin we dus, en ik klik nog even door om een iets groter beeld te krijgen. We zien een aantal goden en godinnen. We zien twee godinnen aan de bovenkant. We zien Ani voor de troon van Osiris. We zien weer een scène met het wegen van het hart. En we zien Thoth die wederom de balans opmaakt. De twee godinnen zijn het symbool van recht en rechtvaardigheid. Ze hebben ook allebei de veer van maat op hun hoofd. En Ani moet die dus als de zijne herkennen. En Ani voor de troon van Osiris. Daarbij is de vraag of hij al zo ver is, zo zuiver is, dat hij gereed is om tot in het hart van de zon, als het ware, te reizen. En het wegen van het hart, met daar weer Anubis als degene die de schaal afleest, en weer Amit, de dodeneter, erbij,
dat hele proces herhaalt zich wederom, zoals dat bij de eerste stap van inwijding ook plaatsvond. Maar nu zeg maar op basis van nog hogere eisen. En tenslotte zien we dus tot de boekstaver van het oordeel. En in het geval van Ani is het zo dat alles in orde blijkt te zijn. En Tot doet de volgende uitspraak. Hij zegt: laat de Osiris gaan. U ziet dat hij zonder gebreken is. Hij heeft geleefd van waarheid. Hij heeft zich gevoed met waarheid. De God heeft hem verwelkomd zoals hij verlangde. Hij heeft voedsel gegeven aan mijn hongerigen. Drinken aan mijn dorstigen. Kleren aan mijn naakten. Hij heeft het gewijde voedsel van de goden tot het vlees van de geesten gemaakt. Zo citeert ook mevrouw Blavatsky deze tekst uit het dodenboek in het eerste door haar geschreven boek Isis ontsluierd, waarin zij ook een tipje oplicht van de wijsheid van die oude Egyptenaren. We gaan verder met de symbolen van waardigheid. En u ziet hier een plaat die het meer van vuur voorstelt. Dus dat dit gedeelte, dat is een meer met vuur, waar vurige tongen uit lekken als het ware. Met de vier goden van de dageraad, de vier apen met hondenkoppen eromheen staan die het meer bewaken. En die tongen van vuur verbeelden het vuur van de geestelijke loutering. Waarna ook in allerlei andere geschriften van andere tradities, van esoterische tradities, wordt verwezen. En dat geestelijke vuur van de loutering zorgt ervoor dat als het ware alleen het zuivere metaal als het ware overblijft. En als gebleken is dat de inwijdeling van zuiver goud is als het ware, mag hij verder gaan. En dat doet Ani dan ook. In het rechtergedeelte van datzelfde beeld ziet u een aantal symbolen van waardigheid. En waar ik nu mijn cursor op heb, dat is het zogenaamde jet-symbool. Het symbool van wijsheid en van de vier windstreken in het universum. Hij heeft als het ware zijn bewustzijn verheven tot universele gebieden in het universum. Daarnaast de gesp, wat ook een teken van waardigheid is. Daarnaast weer zijn hart, wat hij weer volledig zeg maar in zijn bezit heeft. En een hoofdsteun als symbool van rust, als symbool van spirituele harmonie. Tot zover het gedeelte van blok 2. We gaan nu weer 3 minuten pauzeren, waarin u uw vragen weer kunt stellen. En dan komen we over 3 minuten weer terug. Goed, dames en heren. Ik geloof dat er een paar vragen zijn binnengekomen. Ja, nog eentje die terugkomt op die geboortesterren. Als we allemaal een verschillende geboortester of geboortegebied hebben, hebben we dan wel dezelfde mogelijkheid voor het gevoel van empathie? Nou, ik denk dat ik heb zeg maar een aantal van die ethische kwalificaties zojuist voorgelezen waar de inwijding aan moet voldoen. Maar het begint eigenlijk met hele eenvoudige deugden die iedere normaal mens wel vanuit zijn opvoeding meekrijgt. En ik denk dat de empathie, dus het inlevingsvermogen en het zorgen voor de ander en het helpen van de ander, dat ook zeg maar vermogens zijn die elk mens heel bekend voorkomen en dat in diepste essentie voor iedereen die vermogens binnen bereik liggen, los van welke oorsprong vanuit het universum mensen hebben. Het is namelijk zo dat wij allemaal het mensstadium hebben bereikt ten opzichte van de dieren en dat is evolutionair een stap geweest in het verre verleden van uit het dierenrijk richting het mensenrijk. En als u kijkt naar de 7 verschillende vermogens die wij als mens
bezig zijn te ontwikkelen, dan is het gevoel van mededogen en zeg maar je verbondenheid beseffen met de andere wezens en ook andere mensen, dat is in iedereen latent aanwezig en kan als volledig vermogen ontwikkeld worden vanuit ons als denkende mens. We hebben allemaal denkvermogen zijn we aan het ontwikkelen, waar het inzichtelijk denken bijvoorbeeld een denkaspect is wat we aan het ontwikkelen zijn, waarin de relaties met andere wezens nadrukkelijk door ons gekend kan worden. En daaruit vloeit onder andere, maar ook uit andere denkaspecten voort, dat wij dus het vermogen tot empathie in ons hebben. En dat is voor alle mensen zeker aanwezig. Daar is geen verschil tussen mensen. Ook al hebben wij misschien historisch vanuit het diepst van de kosmos een andere zeg maar oorsprong, dat verschil is er niet. Volgende vraag. Dan een vraag over de taal van de goden, of die Vedisch is. Ja, nou, als we spreken over de taal van de goden, dan is dat meer een generieke term die we gebruiken om te duidelijk te maken dat die ideeën die zeg maar van goddelijke aard zijn, als we die kunnen begrijpen, dat we dat begrijpen en dat we zeg maar daar als het ware met wezens die op dat niveau van bewustzijn functioneren, dat we daar op een begrijpelijke manier uitwisseling mee kunnen hebben. En in welke talen die wij mensen hebben bedacht, dat dan gehuld wordt, dat is eigenlijk een secundair iets. Ook al is het wel zo dat de talen die hier op aarde zijn en zijn geweest en zullen komen, dat de ene taal zich veel beter leent om zeg maar diepgaande gedachten, misschien soms van goddelijke aard, om die zeg maar zo uit te drukken dat we precies met elkaar de goede ideeën uit kunnen wisselen. Maar het gaat dus vooral om het uitwisselen van ideeën. En dat hoeft niet middels een taal te zijn, dat kan ook via symbolen zijn. Sterker nog, in de oude mysteriescholen werden eigenlijk vooral symbolen gebruikt om zeg maar hoog verheven ideeën, om die met elkaar uit te wisselen via symbolen. Dus dat zou ik er in het algemeen over willen zeggen. En de vraag of Ani verwant is misschien aan Anu uit Mesopotamië? Dat heb ik eigenlijk geen informatie over. Het is gewoon als je via de hiërogliefenvertaling leest wat de naam is die toegekend wordt aan de persoon voor wie deze papier is geschreven is, dan is dat Ani. En ik weet niet of dat een relatie heeft met een andere naam, dus daar kan ik geen antwoord op geven omdat ik het niet weet. Mogelijk wel, maar het is eigenlijk, het staat bekend als de papyrus van Ani. En dat was gewoon de naam van een schrijver aan het hof van Farao. En iemand die wil weten wat de kwaliteiten van Ptah zijn? De kwaliteiten van Ptah, nou dat zijn zoals het beschreven wordt in die ontstaansmythe van de stad Memphis, zijn dat dus zeg maar vermogens of krachten die zeg maar in het oorzakelijk gebied van de kosmos liggen. Dus daar staat die god voor, waaruit andere lagere gebieden voortvloeien, waarin uiteindelijk de gemanifesteerde gebieden zeg maar ontstaan. Dat wil zeggen de gebieden waar mensen, menselijke wezens en zo hun bestaan hebben, die dus van een meer stoffelijke geaardheid zijn. En die goddelijke krachten, waar dan de god Ptah symbool voor staat, die staan dus voor als het ware emanerende krachten waar lagere gebieden waar wij ons bestaan op hebben uit voortvloeien. En dat is eigenlijk het grote beeld en een beetje van. En in die mythologische verhalen wordt dus gezegd dat de god Ptah in zijn eigen bewustzijn zich verbeelde hoe het zou zijn om lagere werelden tot aanzijn te brengen. En dat had hij zich dus verbeeld. En nadat hij zich dat verbeeld had, sprak hij het uit. Dus maakte hij geluid. En kwam het tot aanzijn. En dat is het mythologische verhaal. Dus het is een scheppende kracht, zou je kunnen zeggen, waar lagere gebieden uit voortvloeien. Dat is de karakteristiek van de god Ptah
of de kracht, de kosmische kracht die de god Ptah symboliseert. En nog een vraag. Een inwijding lijkt op een soort eindtest in ethiek. Kan ik dat zo zien? Het is zeker een test, absoluut waar. In zoverre een eindtest dat er dus verschillende stadia van inwijding zijn. Ik heb vorige week ook gezegd dat de eerste drie stadia van inwijding vooral training zijn op basis van studie. Dus het opdoen van kennis en wijsheid die toegepast moet worden door een gedisciplineerd leven te leiden en het mededogen in het leven van alle dag te trainen. En er zijn drie, zeg maar, opeenvolgende fases die steeds, zeg maar, verfijnder en diepgaander zijn. En pas daarna komt de vierde fase, die in deze serie lezingen begon met die inwijding waarbij het wegen van het hart als eerste was. En dat eigenlijk de eerste fase symboliseert van het daadwerkelijk, zeg maar, bewust, zelfbewust je stappen zetten op andere gebieden van bestaan dan dit stoffelijk gebied, zonder daarbij gebruik te maken van het stoffelijk lichaam en ook zonder continu de inspiratie tot je beschikking te hebben van de hogere delen van je natuur. Je moet zelf met datgene wat je je tot dan toe hebt gemaakt, moet je je in andere gebieden laten zien wie je bent en dat je alle vraagstukken die zich aan je voordoen op een wijze en mededogende manier kunt oplossen, dus dat je ook nog, zeg maar, hulp kunt bieden op die andere gebieden aan wezens die veel minder ver ontwikkeld zijn dan jijzelf. En in die zin is dat ook een test om dat te kunnen doen. En wat ik ook gezegd heb toen we het hadden over die reis door Amenti, dat je dus ook restanten als het ware tegenkomt uit het verleden van je eigen gedachten en daden die je ooit hebt gedaan en waar zich onder andere in het astrale licht sporen bevinden en je zult daar, zeg maar, op een wijze manier mee moeten afrekenen en dat zijn dan de testen waar je inderdaad tegenaan loopt. En aansluitend hierop de laatste vraag, daar stelt iemand eerst dat niemand 100% zuiver kan zijn en diegene zegt ik zou dat soort mensen juist wantrouwen, hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat degene die van zichzelf zegt dat die heel zuiver is, daar moet je inderdaad gezond wantrouwen tegen koesteren. Maar de mensen die, zeg maar, onopvallend proberen op met veel wijsheid en veel mededogen in het leven hun medemensen te helpen, die zijn juist onopvallend, maar zijn juist wel van het kaliber waar we het hier over hebben. En natuurlijk is het zo dat er altijd een hoger en een verder en een meer is van nog zuiverder. Maar op een gegeven moment heb je het over menselijke wezens die toch de idealen die ze met hun mond beleiden ook daadwerkelijk leven. En die voorbeelden zijn er in de wereld altijd geweest en zijn soms nog onder ons. Ook al zijn die mensen soms ook nog niet onfeilbare wezens. Er wordt zelfs van wezens zoals de Boeddha gezegd dat ze op sommige punten ook nog tekortkomingen hadden, maar die zijn wel van een dusdanig hoog spiritueel niveau dat wij daar niet echt last van hebben als nog veel minder ver ontwikkelde wezens. En we dus eigenlijk juist zouden moeten proberen te spotten wie nou die onopvallende mensen zijn die die wijsheid en dat mededogen echt proberen te zijn en te leven. Om daar niet wantrouwend tegenover te zijn, maar om te beginnen te gaan herkennen door in onszelf die eigenschappen te ontwikkelen. Want als we zelf wantrouwend blijven, zullen we ook alleen maar wantrouwende mensen ontmoeten. Dus het begint er al mee dat we in onszelf die karaktereigenschappen gaan ontwikkelen, waardoor we ook die andere mensen die dat ook hebben, ook beter zullen gaan herkennen en we dat wantrouwen eigenlijk niet meer een rol laten spelen. Dus het begint bij onszelf. Dat was het. Dan gaan we nu weer verder. Gaan we naar het laatste blok van deze serie lezingen.